Red Mijn Vakantie is weer begonnen. Wat waren weer de dieptepunten van deze serie? Nou, het is echt wel een andere serie geworden dan andere jaren. Ik heb dingen beleefd die ik nog nooit heb beleefd. Bijvoorbeeld een gijzelingsactie. Er zaten 17 jongens in een villa. En er zat een beheerder in een kantoortje onder die villa. Dat wisten zij niet, maar die werd steeds agressiever. En die vroeg om steeds meer geld. Dat maakte dingen kapot. Werd verantwoordelijk gehouden voor een kakkerlakkenplaag en zo. En zij zeggen, ja, wij willen niet betalen. En op het moment dat ze zeiden, we willen niet betalen, deed die man de deur op slot. Haalde nog wat vriendjes op. Ja, en dat was een soort echt een hele moeilijke situatie. Dus wij stonden buiten de poort om het probleem binnen op te lossen. En dat was een zaak die, want het echt spannend wordt hoe dat is afgelopen. En 7 jongens op een zeilbootje waar de schroef onder vandaan viel. Toen konden ze nergens meer naartoe, lagen daar voor anker. En de botenverhuurder zei, los het zelf maar op. En toen dat niet lukte, nam hij de telefoon niet meer op. Dus zij lagen ergens te dobberen. Zeiden, ja, die boot moet terug. Wij kunnen hier niet blijven. Probeer ons alsjeblieft te helpen. Ja, dat zijn zaken die ik nog nooit eerder heb gehad. Dus dat vond ik wel leuk. Dat het niet alleen maar onveilige hotels zijn, hoe erg ook, of andere dingen. Maar dat, ja, zo'n gijzeling en zo, en van die drenkelingen, dat was wel weer helemaal nieuw. Merk je dat tour operators en hotels je al een beetje beginnen te kennen? Van, oké, daar heb je de cameraploeg van Alberto. En dan wat meer welwillend zijn dan dat ze misschien eerder zouden zijn? Ja, reisorganisaties zijn wel wat welwillender. Dus dat is hartstikke mooi. Maar dan blijft natuurlijk wel de vraag, waarom doe je dit niet zonder dat die camera erbij is? En dat levert wel weer hilarische televisie op, moet ik zeggen. Want reisorganisaties doen alles voor de camera, maar zonder de camera doen ze het niet. Dus we hebben wel weer trucjes bedacht om dat ook interessant te maken op televisie. Oké, we zijn nu hier in Ibiza. Heb jij al wat opmerkingen aan de hotels hier? Nou, ze hebben het hier allemaal goed voor elkaar. De hotels, ik heb het goed gecheckt. Maar Rob Geus is ook niet nodig. Het buffet is goed. Het is hartstikke schoon. Dus nee, goed geregeld.